tempels zijn zeer oude tempels met geschiedenis. En die hebben allemaal soort, die liggen in een gebied rond Kyoto. Een paar ook in en bij Kyoto, maar dan nog verder weg. En Kyoto was vroeger de hoofdstad van Japan. Dan hebben we het over het jaar 1000. Maar die tempels lagen zelfs toen al op dezelfde plekken. Er zijn een paar, die zijn uit de 8e eeuw, de 7e eeuw, de 9e eeuw. Dat was voor mij een reden om daar te gaan kijken. En dat bleek niet eenvoudig. Aardser kan het niet. Op weg naar het hemelse heb ik mij verstrikt in het Kinki Area Rail System. Twee pagina's naast elkaar, waarop een web van onafhankelijke spoorlijnen rond Osaka en Kyoto staat afgebeeld, dat eruit ziet alsof het door een totaal beschonken spin is geweven, die het bovendien niet eens heeft afgemaakt. Hankyu Takarazuka, Yamato Ji, Nankai Koya, Kintetsu Minami Osaka, Kaifuku Arashiyama. De namen van die lijnen staan in mijn geheugen gegrift, omdat ze een avontuur begeleid hebben waar ik in alle onschuld aan begonnen was, zonder te weten dat ik mij op sommige ogenblikken in dat web zou verstrikken als een vlieg, klaar om door de dronken spin te worden opgevreten. Iets wat nu werkelijk niet paste bij het hoge doel van mijn pelgrimstocht. Want dat was het. Een tocht zonder staf en rugzak, maar wel met grote afstanden te voet en het beklimmen van eindeloze tempeltrappen. Het geheime en onbewuste doel van sommige reizen is de reiziger in totale verwarring te brengen. Hem zo van zijn eigen afkomst te vervreemden dat het lijkt of het eigen bestaan een schimmige aangelegenheid is, waarin je maar met moeite terug zult kunnen keren. Dan pas ben je echt weg geweest. Je begint in Kyoto. Het station van Kyoto heeft 23 perrons. Nou, waar gaat mijn trein? Als je de verkeerde hebt, race die voorbij dat plaatsje waar je moet zijn. Je komt dan ergens aan en dan moet je een bus hebben. Daar kun je de tekens al niet meer op lezen, want die staan er dan niet in westerse letters. Het is avontuur op avontuur en dan meestal laat die bus je ergens. En dan moet je het nog vinden. En dan moet je lopen en soms moet je lang lopen en ver lopen. En klimmen. En hoog klimmen. Want die kloosters leggen ze net als Benedictijnen en de Karthuizers dat vroeger hier deden. Die leggen ze het liefst op een bergtop, het liefst ergens ver van de wereld. Het is ontzettend spannend of je het haalt, of je het komt, of je nog op tijd wegkomt om die trein of die bus weer terug te krijgen. Het is een beetje een eenzaam avontuur, maar ontzettend echt een van de grote ervaringen van mijn leven. Als ik ben verdwenen, zal jij er nog zitten. Kleine mond gesloten, ogen gesloten, vol hemelse leegte, je sandalen onder de boom. Denk je aan iets of aan niets? Je zo dunne handen gevouwen, je lichaam geborgen in het zwart van je dracht. Het snoer voor je gebed, het kleine vat voor de wierook hangen naast je aan een tak. Je hebt ze niet nodig, je bent zelf het gebed. Altijd als ik je zie, is een seconde vervlogen. Zo gaat het al eeuwen. Bij jou worden jaren van tijd. Dezelfde twee vogels, te ver om te kennen. De bomen die zachtjes bewegen. Steeds stiller
ben je geworden. Wind, regen en sneeuw zijn door de heuvels getrokken, terwijl jij was en niet was. Niets kan je behoren. Zo voor mijn ogen verloren, dat ik mij kan horen vergaan. En toen ik naar de eerste keer terugkwam met een boek vol notities, toen dacht ik kan hier nooit iets over schrijven. Het is te ingewikkeld. Ik kan van de helft van mijn notities begrijpen. Ik kan niet meer precies wat er nu toch eigenlijk staat. Ik moet meer lezen, heb ik ook gedaan. En zijn we weer teruggegaan. In totaal zijn we er 2 keer hebben we de hele tocht gemaakt, maar we zijn er in totaal denk ik wel 5 keer geweest. Ook al om, en dat is voor Japan heel belangrijk, de verschillende jaargetijden te hebben. Voor ons lijken heel veel van die prachtige bronzen of stenen beelden die heel mooi gemaakt zijn, die daar in een enorme rust zitten, roepen wij allemaal Boeddha, maar vaak is dat nou net niet helemaal die ene. En dan deze tempeltocht is gewijd aan de 33 manifestaties, zo heet dat, van de godin der barmhartigheid. Voor het gemak te vergelijken met Maria in de katholieke kerk. Zij was ooit een man en in haar langzame gang door heel Azië naar China en Japan is ze een vrouw geworden. Kwan Ling en Canon. Ik bedoel, dat heeft ook 2500 jaar geduurd, die geschiedenis, dat die godsdienst. Dus heel langzaam door het hele. En je moet voorstellen, te voet en met de mond. De een vertelt iets aan een ander. En die mensen gingen te voet, want verder was er niks. Dat is dus een eeuwenoude geschiedenis, maar daardoor heeft die godsdienst ook zo ontzettend veel vormen gekregen, waardoor je, als je een eenvoudige leek bent, op het laatst eerlijk gezegd af en toe niet meer weet waar je bent. Maar wat er in die tempels natuurlijk gebeurt, is eigenlijk niets anders. Want het is een religie, is toch voor mensen. En die is niet voor geleerden. En laten we zeggen, wat er voor geleerdheid in die kloosters verborgen zit. Voor haarkloverijen of esoterische spitsvondigheden of diepe geleerdheden of mystiek. Dat zie je niet echt aan de mensheid. De gewone mensen komen daar, die komen dan boven. Dan gaan ze zich eerst reinigen. Dan hebben ze lange pannetjes van koper. Die gaan in zuiver water. Ze maken zich eerst een beetje schoon. Spoelen hun mond vaak ook. Dan lopen ze naar die tempel en doen. En dat betekent, ik ben er. Zodat ze daarboven, waar het heilige woont, ook weten dat ze er zijn. Want ze komen toch gewoon. En wat kunnen gewone mensen? Nou, de gewone mensen zijn niet in het algemeen daar voor de filosofie. Maar de gewone mensen zijn er om iets te vragen, of ergens voor te bedanken, of op iets te hopen, of bij een huwelijk, of dat soort dingen. En dat zie je ook. Je ziet gewoon dat ze, je ziet ze af en toe zonderen een paar mensen zich af met zo'n monnik. En dan ruik je wierook en dan hoor je gezang. En net als in de katholieke kerk
zetten mensen een andere stem op als ze met het hogere communiceren. En dat verschilt voor mijn gevoel, zeker niet omdat hier ook een vrouwenfiguur Canon bij betrokken is, dat verschilt voor mijn gevoel niet echt van wat je ziet in Mexico of op Sicilië.時間も取れたので、いろんなとこ回ってみようかなと。その中で、こういうあのいろんなお寺巡る、まあ、こちらで言えば33回回るうちにいろんなとこまた見れて、楽しんでる。それと、もう一つはやはり今までの実生活の世界と、やっぱりこういうお寺の中の世界はちょっと違うんで、まあどれだけ違うかなと興味があるんで、まあそういう楽しみと、またいろんなことを新しく見えてくるんじゃないかなというようなことで、まあ回ろうかなということで始めた。 最初はこういう般若心経をね、分からなかったんだけど、一応形の中で唱えることで、だんだんこうどういうんですかね、近づいていけるんじゃないかなと、そういう世界にいうような感じで、最初は見よう見まねでやったんだけど。 In de stille hoek, een verzameling op elkaar gedrongen grafstenen met hun drievoudige symboliek van aarde, water, vuur. Vierkant voor de aarde, rond voor het water, driehoek voor het vuur. De stenen,
zijn er om aan de doden te herinneren. Maar wat herinneren zich de stenen zelf? Stenen hebben geen herinnering, zegt de positivist. Maar is dat wel zo? Over de stenen traptreden, waar ik die dag in de tuinen van de Ichijo-tempel heb gelopen, zijn door de eeuwen duizenden voeten gegaan. Hovelingen, priesters, samurai. Waarom zouden die stenen zich dat niet herinneren? Hebben die stenen dan iets tegen mij gezegd? Nee, dat hebben ze niet. Heb ik stemmen gehoord? Nee, ik heb niets gehoord dan de wind in de bomen bij die grafstenen. In de onophoudelijke stilte van al die stenen heb ik mij verbeeld dat ik iets begreep van hun geheugen. Het geheim van de tijd. Naar een van die tempels bijvoorbeeld die echt ver liggen. Je moet dan eerst weer uit die metropool toch, onze grote stad, Kyoto, komen. En dan treinen en dan op een gegeven moment land je ergens aan het Biwa-meer. Een groot meer, prachtig. Je kunt wel de overkant heel erg ver zien. Maar met die boot, die gaat regelmatig. Ja, en dan zie je het eiland liggen en dan kom je er naartoe. En dan is het altijd toch weer hoger dan je denkt. Daar moet je ook nog een end naar boven klimmen. Eén ding wat je bij al die tempels doet, als je het doet. Want ik zag dat bij de eerste tocht, zag ik de Japanners. Die komen af met een grote rol van perkament. Prachtig. En dan gingen ze naar een loket. En dan zag ik een monnik een kalligrafie maken. Toen dacht ik, dat wil ik ook wel. Maar ja, zo'n rol perkament meezelen, dat... En ik zag dan dat zij dan, als die inkt op dat perkament lag, dan gingen ze naar wat ik een beetje oneerbiedig de heilige haardroger noemde. Want bij het grote hoofdgebouw, zal ik nou maar zeggen, zijn de haardrogers aangebracht. Want dan blowen ze en dan droogt die inkt op. Maar ik had niet zo'n boek. Ik had een tempelboekje. Waar ze precies die 33 in kunnen. Dat vouw je dan uit. Een soort harmonica, een leporello. En dan de eerste keer dat je met je witte gezicht bij zo'n monnik komt. Dan heeft hij iets van, wat moet die meneer nou hier? Maar ze zijn onvervroren. Alleen ik begreep de eerste keer niet wat hij tegen mij zei. En dat klinkt dan soms ook heel bars. Tot ik begreep dat ik 300 yen moest neerleggen voor deze daad. Kijk, Japanners doen voor ons gevoel soms merkwaardige dingen. Wij begraven mensen, dat doen zij ook. Maar ze begraven soms ook dingen. Ik weet verhalen van mensen die na gebruik een hartelijk afscheid nemen van hun computer en die dan begraven. Om een soort eerbetoon aan het ding waar ze de jaren mee gewerkt hebben. Bij een van die tempels, Kimidera, daar werd mij verteld, dat moet u opletten, want hier komen uit heel Japan brieven die ze nooit hebben kunnen bezorgen. Dus die beroemde onbezorgde brieven, waar vaak zoveel verdriet over is. Hè, niet aangekomen, verkeerd geadresseerd. Dat kan heel belangrijk zijn. In ieder geval, die worden daar verbrand. Dat heeft iets heel moois, vind ik. Brieven verbranden die nooit hun bestemming bereikt hebben. En dat doen ze daar. で、帰ってきた。
その郵便局に帰ってきた手紙を1年間、保管しまして、でも誰かにその出したい、誰かに届けたいっていう気持ちのこもったものなので、それを集めて、燃やしてですね、で灰にして、で年に1回春の時にその手紙を供養させていただくと。でその、塚ですねが踏み塚になっております。じゃあ、はい、sommige katholieke kerken ook, daar zie je ineens op een bepaalde plek, vooral in zuidelijke landen, zie je een stel beentjes, afbeeldingen van beentjes, van voetjes. Van, en daar hebben mensen dan pijn gehad aan dat beentje of dat voetje, en wat er nog meer voor lichaamsdelen zijn. En hebben kennelijk verlossing van die pijn, denken ze dat ze gekregen hebben of hebben ze echt gekregen. En dan wordt dat als een soort votief dingetje daar opgehangen. En dat verschilt niet zoveel. Want bij bepaalde heiligbeelden in Japan, die vereerd worden, die zitten helemaal onder de papiertjes. En ook hetzelfde. Iemand had pijn aan zijn schouder. En dan plakt hij bij die heilige daar maar een papiertje op. En dan staat er waarschijnlijk, wilt u zorgen dat de pijn weggaat? Ooit, toen ik nog niet kon weten wat ik nu weet, heb ik voor de beweging gekozen. En later, toen ik meer wist, heb ik begrepen dat ik binnen die beweging de stilte kon vinden die voor het schrijven nodig is. Dat beweging en stilte elkaar in eenheid van tegendelen in evenwicht houden. Dat de wereld met al haar drama en dwaze schoonheid en verbijsterende werveling van landen, mensen en geschiedenis zelf een reiziger is in een voortdurend reizend universum. Een reiziger op weg naar nieuwe reizen. Of, zoals Ibn al-Arabi het gezegd heeft, zodra je een huis ziet, zeg je, hier wil ik blijven. Maar nauwelijks ben je er aangekomen of je hebt het alweer verlaten om op weg te gaan. Nergens in dit heelal heb ik een vaste woonplaats, schreef hij op zijn hoed van cipressen. De dood nam zijn hoed af, dat hoort zo. De zin is gebleven, alleen in zijn gedichten kon hij wonen. Nog even, en je ziet de kersenbloesems van Yoshino. Zet je sandalen maar onder de boom, leg je penselen te rusten. Berg je stok in je hoed, vervaardig het water in regels. Het licht is van jou, de nacht ook. Hij gaat op weg naar het noorden en maakt een boek met zijn ogen. Hij schrijft zichzelf op het water, hij is zijn meester verloren. Liefde alleen, in de dingen uit wolken en winden gesneden. Dat gedicht, dat komt uit een boekje wat ik gemaakt heb naar aanleiding van die reis van Basho. Hij maakte vele reizen, maar op een van die reizen kwam hij langs de tempel Iwamadera. En men weet nog dat de vijver die je daar ziet de aanleiding was voor het gedicht, voor een van zijn beroemdste haiku's. En dan moet ik je zeggen, als je daar dan komt,
dan heb je toch een merkwaardig gevoel. Want je bent aankomen lopen, het was weer eens een keer niet makkelijk. En het was daar heel stil daarboven, er waren geen mensen. En er zat een monnik om een fluit te spelen. Dan weet je, ja, die vijver, dat moet die vijver zijn. En dan heeft hij dat beroemde gedicht geschreven. Fulhukia, Karazuto Bikomu, Mizono Oto. Een oude vijver, een kikker springt erin, het geluid van water. Het gaat bij die haikus altijd om een onmiddellijke, zeg maar, sensatie. Om die te proberen in die 17 lettergrepen uit te drukken. Bij de laatste tempel, dan krijg je er drie tekens. En dan is er ook een merkwaardig gevoel, dat ken ik van de gezichten van Santiago pelgrims, als die dan die 800 kilometer gelopen hebben. En dan moet je je voorstellen, dat of je nou iets gelooft of niet, als ze dan eindelijk, want dan moet je ook gedeeltelijk door de bergen en het kan heel koud zijn, hangt er van af het jaargetijde. Als je zomers bent is het veel te heet, als je winters bent is het vreselijk koud en sneeuw. Als ze dan eindelijk daar komen, zijn ze hoog geëmotioneerd. Dat kun je ook niet anders voorstellen. Nou ja, dat zie je dan hier ook. Die mensen, ze hebben het gedaan, het is klaar. Je krijgt er drie calligrafieën en je gaat tevreden en gelukkig naar huis. Hoe lang geleden het is dat ik hier was, weet ik nu niet. Maar het geeft een vals gevoel van oneindigheid dat ik de bomen herken alsof het mensen zijn. Dat de palmen al die tijd hun gesprek met de lucht en de wind niet onderbroken hebben. Alleen ik ben weggewaaid en weer teruggekomen. En als dat niet zo was, zou alles hetzelfde zijn. Reizen is vluchtigheid en daar houd ik van. Alle afscheid is een natuurlijke voorbereiding. Men hoort zich niet te hechten. Dat klopt niet met het lot. Luister ook naar onze uitzendingen op Radio 5. Iedere dinsdagavond talkshow Oba Live en Hemelsbreed.